Waarom moet dit nu? Volgens mij gaan we nu een video opnemen. Ja, maar ik ben nu zomaar even aan het kijken. What's up? Oké, welkom bij weer een nieuwe video van mij met Michelle. Hey. Vandaag is eigenlijk echt alleen maar een mededeling. Voor de rest is het eigenlijk niks anders. Saai, hè? We zitten in de auto. Het is echt bloedheet trouwens. Ja, het is best wel warm. Maar Michelle wil de airco niet aanzetten, want ze weet niet hoe het werkt. Ik weet wel hoe het werkt. Je mag niet liegen. Jij liegt. Ik wil hem gewoon niet aanzetten, want dat maakt veel geluid. We zitten in de auto, want we hebben net een gesprek gehad met Thijs. En Thijs is onze baas. Oh ja, die heb ik trouwens ook een keer geprankt. Dat kan je even hierboven kijken. Tijdens de zomervakantie. 2 video's per week. Maandag en donderdag. En die zijn niet van mij en Michelle. Want wij gaan allebei op vakantie heel lang. Dus we hebben geen tijd meer om video's te maken. Iedereen heeft nog trouwens even een boodschap voor jullie. Elke YouTuber. Die komt nu in beeld. 3, 2, 1... Hoi, ik ben Jane en mij zie je zeker terug deze zomer op het Hogeschool van Amsterdam YouTube kanaal. Deze zomer ga ik zelf naar Spanje en heb ik een hele leuke fotografeeropdracht in Italië en Frankrijk. Wat gaan jullie doen deze zomer? Laat het weten in de comments. Dan wens ik jou ook een fijne zomer toe. Doeg! Hoi! Aankomende zomer is er een totaal ander rooster en ik ben een van de YouTubers die deze zomer zal blijven uploaden. Was dat alles wat ik moet zeggen eigenlijk? Nee. Doei! Hoi, ik geef jullie guys even een update. Jullie hoeven namelijk niet te treuren. Deze zomervakantie zullen we gewoon te bekijken zijn. En ik zal deze hele zomervakantie doorgaan met het maken van video's. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dan komt nu even het deel dat eigenlijk niet zo leuk is. Dat is namelijk na de zomervakantie. Zijn Michelle en ik er ook niet meer. Wij gaan stoppen. Oké, ik ga stoppen omdat ik volgend jaar ga beginnen met stage. En dat kan je ook in de video's zien waarin ik uitleg welke stage ik ga doen met Mark Visser. En dat is fulltime. En daarna ga ik voor een half jaar... Waarom gaan we zo heen en weer? Omdat ik beweeg. En daarna ga ik voor een half jaar naar Nieuw-Zeeland. Want ik ga daar studeren. Als soort uitwisseling. En dan is het voor mij gewoon heel moeilijk om nog te blijven YouTuben. Dus dat is mijn verhaal. Mijn verhaal is dat ik mijn studiepunten niet heb gehaald. Dus ik mag niet over naar het tweede jaar. Dus dan ben je officieel geen lid meer van de HVA, want ik heb een tussenjaar. Jezus, ik denk dat ik daar geit of zo. Er loopt gewoon een hond, zal ik ook laten zien. Dan kijk, daar loopt een hond. Oh ja, maar dat lijkt toch zo. En Michelle schrikt zich helemaal dood omdat er gewoon een hond naast de auto loopt. Dus ik heb volgend jaar een tussenjaar, want ik ga niet een andere studie doen. Maar we kunnen hier wel iets anders zien. Ja. En want ik ga mijn eigen YouTube kanaal beginnen. Dus jullie kunnen me lekker volgen op mijn eigen YouTube kanaal. En dan ga ik allemaal leuke dingen doen. En hoe heet die dan? Die heet gewoon Sofian Maguilej. Oké. Maar het is gewoon mijn naam. Dat weet ik, maar dat komt nu hieronder te staan. Oké, top. En mij kunnen volgen op mijn eigen YouTube kanaal. Ook gewoon mijn eigen naam. Michelle van Nugteren komt ook even hier te staan. En in de beschrijving ook nog. Ja. En ook op Instagram. Ook gewoon mijn naam. Hetzelfde. Kunnen jullie ons blijven volgen? Ik zet het en... gewoon hier en hier. Ik zet, het gewoon hier en hier. Ja, oké. Kunnen jullie ons gewoon volgen? Boeien. Ja, het is tijd om te gaan rijden, want ik heb het heel erg warm. Ja. Ik hoop dat jullie allemaal een fijne zomer hebben. Heel veel plezier, geniet er lekker van. Want volgend jaar gaan jullie waarschijnlijk of beginnen aan jullie studie, of jullie zijn er nog mee bezig en dan moeten jullie weer aan de bak. Dus geniet even lekker van jullie vakantie, net zoals wij dat gaan doen. Ja, hebben we nog een laatste mededeling. Ja, dan willen we jullie bedanken voor het kijken en het abonneren. Als jullie nog niet geabonneerd zijn, kan dat altijd nog eventjes. En ja, wie weet zien we elkaar ooit nog wel eens. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Doei doei. Tot ooit. En Sofian en Michelle out. Doei.